Het onafhankelijk kiesbureau heeft vanaf vandaag een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur onder leiding van Sam Sirali, Sheikh Alibaks, is vandaag benoemd door president Chan Santokki. Het OKB is het orgaan dat toezicht houdt op de algemene, vrije en geheime verkiezingen. Dit orgaan verklaart daarnaast de uitslag van de verkiezing bindend voor de samenleving. De vorige samenstelling van het OKB is ontbonden. Per vandaag heeft het nieuwe bestuur de taken van dit orgaan overgenomen. President Chan Santokki wees de voorzitter, plaatsvervangende voorzitter, leden en plaatsvervangende leden op hun taken. Hij haalde aan dat door de prominente rol van het OKB we in dit land niet hoeven te vrezen voor grootschalige frauduleuze handelingen in het verkiezingstraject. Het OKB heeft volgens het staatshoofd de rol van bewaker van de integriteit van de democratie. Het gaat in de eet niet alleen om het in acht nemen van de bepalingen van de grondwet, de kiesregeling en het kiesbesluit, maar specifiek wordt benoemd dat u zich dienovereenkomstig zult gedragen. Het onafhankelijk kiesbureau heeft ook ruime, specifieke taken en bevoegdheden, geachte voorzitter en overige leden. Ik vraag uw aandacht daarvoor. Het bureau ziet toe dat de kiezerslijsten met zorg zijn samengesteld, dat de oproepingskaarten tijdig worden ontvangen en kunnen worden afgehandeld, dat de stembureaus correct hun werkzaamheden verrichten, dat de toezichthouders worden aangewezen die controle op de gang van de werkzaamheden bij de stembureaus uitoefenen en onregelmatigheden melden. Een belangrijke bevoegdheid van het onafhankelijk kiesbureau is dat indien er klachten worden ontvangen omtrent het niet behoorlijk functioneren van enig hoofdstembureau of stembureau, dat het onafhankelijk kiesbureau dan ook die maatregelen treft die naar zijn oordeel noodzakelijk zijn naar eigen inzicht binnen de grenzen van wet en recht. Santokki sprak ook zijn dankbaarheid uit aan de gewezen voorzitter Jennifer van Dijk Silos. Hij haalde aan dat door haar inzet we een goede, eerlijke en transparante verkiezing hebben gehad. In een gesprek met Silos heeft Santokki haar gevraagd serieus te kijken naar een onafhankelijk verkiezingsautoriteit zoals dat geldend is in vele landen in onze regio. Dat we naar het vraagstuk serieus kijken. En ik heb haar gevraagd om dat traject voor mij ook te willen trekken. En daaromtrent heb ik komende week een afspraak met haar om met andere stakeholders na te gaan hoe we dat traject naast een formeel traject ook gaan inzetten om te kijken of het land Suriname ready is voor zo'n onafhankelijke authority op basis van de internationale geldende normen en principes. President Chandrika Prasad Santokki van de Republiek Suriname. Hij heeft vanmorgen de voorzitter, plaatsvervangende voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van het OKB beëdigd in de congreszaal.